We zijn nu 4 weken na de aanplant. De afgelopen 2 weken zijn de bomen en de struiken in blad gekomen. Dus die zijn uitgelopen. En met de flinke noordoostenwind van de afgelopen maand eigenlijk, het is echt super lekker weer geweest, bijna geen regen, hebben de planten in de afgelopen 2 weken aardig wat windstress gekregen. Dus het blad is er net uit de knop gekomen. En dan komt die noordoosten droge wind erop. En dan droogt het blad vrij snel uit. Gelukkig staan de planten er nog goed bij. Maar vandaag zijn we alle planten een keertje water aan het geven. Nou, daarnaast zijn we ook bezig om compost aan te brengen in de boomrijen. Dus eigenlijk onder de bomen en de struiken. En zijn we de grond aan het egaliseren om daar gras en klaver in te kunnen zaaien. Dus er wordt vandaag hard gewerkt. We zijn weer met 10, 15 vrijwilligers. Ook zijn we bezig om de moestuin uit te zetten. Dus de lijn heb ik zojuist met kalkspray uitgezet. En nu zijn we bezig om die bedden te voorzien van compost. Dus daar krijgt ook vorm. En binnenkort worden daar de eerste plantjes in gezet door de schoolkinderen. Dus ja, dat is eigenlijk het meest verbindende onderdeel van dit hele project, is die schoolmoestuin. Dus we zien het voor ons dat daar ouders of vrijwilligers lekker in komen werken. En dat zorgt voor een heleboel betrokkenheid. Dat we vandaag weer 15 vrijwilligers hebben, vind ik ook een heel goed teken. Want er is dus veel betrokkenheid bij dit project. En er wordt weer lekker gewerkt. Het is gezellig. En mensen die ondersteunen dit project heel graag. Dus dat is mooi. Wat we ook aan het doen zijn vandaag is, we gaan een put slaan. Daar komt een dompelpomp in. En we zijn bezig om tyleenslangen te gaan halen. En dan gaan we druppelirrigatie aanleggen bij de oogstcirkels. Zodat we in de eerste 2 jaar in ieder geval kunnen gaan irrigeren. En dat waarborgt dat er bijna geen uitval zal zijn aan planten. Dus ja, er wordt weer lekker gewerkt vandaag. Om de bomen en struiken een goede start te geven, hebben we gekozen om een laagje bosstrooisel en een laagje houtsnippers aan te brengen onder de bomen. Dat betekent dat we in de oogstcirkels leggen we gewoon op de rijen, want dat zijn rijen. Daar leggen we een laagje neer van zo'n 3 centimeter bosstrooisel. En daarbovenop een pakketje van ook ongeveer 3 centimeter aan houtpadsnippers. Dus dat zorgt ervoor alvast een heleboel houtig materiaal in de bodem. Wat zorgt dat er schimmels gaan komen. Maar ook dat de bodem niet zo snel uitdroogt als de zon erop staat te schijnen. En dat er beestjes, bodemleven naartoe komt om dit lekker te gaan verteren. Ook gaat het zorgen voor iets minder onkruiddruk in de eerste maanden. Dus dat zijn de voordelen van dit bosstrooisel en houtsnippers. Dus dat bosstrooisel, dat is een ander product als compost. Je herkent hier nog stukjes blad en stukjes takjes in. Dus het is nog niet zo heel ver gecomposteerd. En dat betekent dat hier eigenlijk binnen no time gaan hier wormen en ander bodemleven op afkomen om dit nog verder te gaan verteren. Dus dit is echt goed voer voor het bodemleven. En houtpadsnippers, dat is vrij droog materiaal. Dat zijn versnipperde boomwortels. Het voordeel daarvan is dat ze niet zo hoog zijn, er zit niet zo'n hoog stikstofgehalte in. Wanneer je verse houtsnippers pakt, dan zit daar een hoog stikstofgehalte in. En dat betekent dat op die plek hoogstwaarschijnlijk in ieder geval ook wel brandnetels zullen gaan groeien. Dus door houtpadsnippers te pakken heb je echt het houtige materiaal met vooral veel koolstof. En dat zorgt ervoor dat schimmels dat af gaan breken. En we willen schimmels in de bodem omdat die de bodem luchtig gaan maken en voor een goede bodemstructuur gaan zorgen. In totaal hebben we zo'n 15 kuub bosstrooisel besteld en 10 of 15 kuub houtpadsnippers. Die hebben we gewoon besteld bij een composteerbedrijf en die komen ze hier brengen. En nu zijn we bezig om met de trekker, die helemaal naar achter in het veld, te gaan versjouwen. En hier in de moestuin zijn we bezig om het bosstrooisel met kruiwagens te gaan verspreiden.